Dames en heren, jongens en meisjes, Spotlight Musical Productions presenteert Kerstmusical. De herberg zit vol. De kerstmusical voor op school, de vereniging of voor in de kerk. Nathan, de herbergier uit Bethlehem, zit met een groot probleem. Zijn herberg zit te vol. Veel te vol. Dochter Mirjam en moeder Deborah proberen alle gasten op te vangen. Maar het worden er meer. En nog meer. En zelfs nog meer. Dat komt allemaal door de Romeinse keizer Augustus. Die wil een volkstelling. Iedereen in het Rijk moet geteld worden. Tja, dat is nogal een onderneming. 1, 2, 3... Dat gaat nog wel even duren. En waar gaan al die Romeinse soldaten slapen, Nathan? Niet in deze bedden, lijkt me. Ha! Een kudde schapen in een stapelbed. Dat is een gek gezicht. Twee andere gasten vinden gelukkig nog wel een plekje voor de nacht. Een jongeman en zijn zwangere verloofde vinden een rustig plekje in de stal die naast de herberg staat. In de herberg zelf is de rust echter ver te zoeken. We hebben een engel gezien, roepen enkele herders terwijl ze enthousiast binnenstormen. Er is een koningszoon geboren in Bethlehem. En er staat een fonkelende ster aan de hemel. Hè? Denkt Nathan. Een koningszoon? Dat kan niet waar zijn. Of misschien toch wel. Er staan namelijk drie wijze mannen uit het oosten voor de deur die ook op zoek zijn naar een pasgeboren koningskind. Zeg, zou dit te maken kunnen hebben met het jonge stel dat vannacht in de stal logeert? Ik zou maar snel gaan kijken als ik jou was. Het stralend licht.